Hoi allemaal, ik ben Jackie. En ik ben Jacobus. En welkom terug bij podcast nummer 4! 4 alweer, hè? Wow, het gaat echt super snel. Ik heb wel het idee, of doen we dit al heel lang? Nou, dit is de tweede hier. En ja. Twee bij jou? Twee bij mij, twee bij jou inderdaad. Dus de volgende keer is weer bij jou. Ik hoop zo, ja. Ja. Ik hoop het. En ook hopelijk binnenkort een keer een gast of iets dergelijks. Of iets dergelijks, iemand. Dat we iemand hebben. We hebben wel leuke ideeën. We hebben heel veel ideeën ook voor. Ik heb nog iemand erbij die we kunnen uitnodigen. Maar dat is nog niet zeggen. Maar we hebben wel alvast iets wat we kunnen zeggen. Er komt, zoals het nu lijkt, merchandise aan. Ja. After our merchandise. En wanneer dat uitkomt, weet ik allemaal nog niet. Maar we hebben vandaag geïnvesteerd. Of hoe noem je dat? Geïnvesteerd in het onderzoeken. Ja, onderzocht. Onderzocht. Dat is niet geïnvesteerd, maar onderzocht naar eventuele merchandise. Maar goed, dat komt. Als het komt, dan zien jullie dat wel op Instagram of Twitter. Social en media's. Dat zal het gebeuren, ja. Ja. We hebben vandaag onderwerpen. Wat leuke onderwerpen. Nou ja, sommige zijn niet echt leuk, maar wel leuk. Ongelukken op kermissen. Ja. We hebben Halloween Horror Night Universal. Ja. We hebben Negerpleinen Festival. Festijn in de Efteling. Ja. En we hebben natuurlijk het... Rad van Plezier! Want we hebben nog steeds geen naam! Ja, maar nee. Straks binnenkort of volgend jaar komt er een t-shirt. Rad van Plezier. Draai mij. Draai mij. Het eerste onderwerp dat we vandaag over willen hebben is iets wat mij heel erg opviel. En jou denk ik ook. Draait hij nog? Ja. Ja. En dat zijn namelijk kermisattractieongelukken. En voornamelijk India. India heeft twee hele heftige gehad. Ja. Er zijn vast wel meer gebeurd. Was het de kermis trouwens? Dat weet ik trouwens niet. Nee, was over het algemeen, nou ja, gewoon attractieongelukken. Attractieongelukken. Zullen we het daarop houden? Maar het valt me op dat er wel heel veel zijn. En ja. Ik hoef er niet meer in. Nee. Nou, ik ging al sowieso niet in. Je hebt zo'n booster, zo'n paal met een bakje in een bakje. Ja, en die zo gaat. Ben ik één keer in geweest. Mm-mm. Hoef ik ook niet meer in. Hoef ik niet meer geen in. Geen reuzenrad van op een kermis. Reuzenrad ook niet? Nee, reuzenrad op een kermis zou ik niet doen. Ik vind in Walibi afslagharen vind ik het alleen. Dus, ja, maar dat durf ik nog wel. Maar ik zou inderdaad niet... dan heb je zo'n scène van, hoe heet die? Final Destination, dat rad eraf draait. Ja, en dat je doorrolt zeker. Ja, dank je. Ja. No thank you. Maar in India is vervelende dingen gebeurd. Ja, hetzelfde attractie als de Tomahawk in Walibi Holland. Maar dan zit je aan de buitenkant. Hoe heet zo'n attractie eigenlijk? Zo'n paal in het midden met paal, zo'n... Ja, en een bankje. En in Walibi heb je zeg maar dat je dan aan de binnenkant zit. Een frisbee attractie is dat volgens mij. Maar in deze zaten de bankjes of zaten de personen aan de buitenkant van de attractie. Ja, en het ding was even lekker bezig. En die maakte een grote swing en toen knapte die bovenaan. Ja, zeg maar als je hier die bankjes hebt, dan gaat hij zo heen en weer. En toen was hij hier en toen knapte hij hier ergens af. Net onder het middelpunt. Of hier ergens? Ja, net hier. Onder het middelpunt. En toen knakte dit zeg maar naar beneden tegen een paal van de constructie aan. Dus de mensen, met heel nasty. Twee waren op slag dood. Ja, die zijn daar gewoon tegenaan geknapt. En uiteindelijk zijn er 4 gestorven. In totaal? Dat is een beetje onduidelijk over. Heel veel, gewonden. 1000 zijn 12 mensen, ja. Ja, en 4 doden. Want hij is dus inderdaad zo tegen die paal aangeknapt en toen zo gewoon op de grond gevallen. Ja. Nou, dat lijkt me echt verschrikkelijk. Je ziet ook echt de chaos en de mensen en iedereen helpt elkaar. Dus heel gek. En daarnaast is er nog iets gebeurd in India. En dit is het op een kermisattractie? Vrijvaltorenachtig iets was dat. En daar knapten de kabels vanaf. Ja, een kabel, dat is ook raar. Ja, een staalkabel. Want het is niet een space shot of hoe wij hem zeg maar kennen. Het was één paal met aan de beide kanten een soort bank die op en neer ging. En één van die banken is dus zo naar beneden gegaan. En op een gegeven moment zie je gewoon dat hij een beetje zo zakt en dan viel hij naar beneden. Ik denk op het laatste moment dat hij zou remmen, zeg maar. Dat dan te veel druk op kwam. Dat moet wel, ja. Heel creepy. Maar ja, staalkabels. Nou ja, een man in Zuid-Holland. Ja, een man in Zuid-Holland. Die zat op een draaiende bank. Die we ook op de YouTube-gathering hadden. De Big Wave genoemd. De Big Wave? Ja. Oh, dat makes sense. Ja, het maakt wel sense. Sommigen heten de Big Wave, maar verschilt. Een draaibank. Ja. En daar is hij uitgevallen, want de beugels gingen de lucht in. En toen is hij 3 tot 4 meter naar beneden geklapt. Ja, echt. Helemaal onder de blauwe plekken. En het meest opvallende daarvan vond ik dat in het artikel stond dat de attractie voor nu operationeel blijft. Dus gewoon open blijft en dat mensen er gewoon in mogen. En dat er volgens mij
binnenkort op een maandag wordt er naar gekeken, wordt er onderzoek gedaan. En dan denk ik bij mezelf, wat gaat hier mis? Dat klopt er niet. Ja, als een beugel automatisch al open gaat, dat is al niet goed. Ja. Dan moet je hem gewoon, vind ik, verplicht dicht doen. Maar goed. In Duitsland nog een 31-jarige man, die is uit een reuzenrad gevallen. Maar de oorzaak is niet bekend. Ook zoiets. Die is, ik weet niet, is verder niks bekend. Ja, kijk dan, reuzenrad kun je heel makkelijk uitvallen, vind ik. Want die hekjes zijn toch zo, als je erin gaat staan of je valt. Als mensen dit gaan doen, heen en weer gaan wiegen, dan heb ik al zoiets van nee. Ja, het zijn allemaal ongelukjes en je deze wel 3 keer per week tegenwoordig. Nou, ik denk bijna, de laatste ik echt een week lang elke dag één. Ja. Dat ik denk, wat gaat hier verkeerd? Karretje breekt af, mensen vallen daaruit, stoot daar tegenaan. Zijn er mensen die kijken nu of luisteren die ook naar kermisattracties gaan en... Of dat niet durven om deze redenen. Laat het ons even weten in de reacties. Ik ben wel benieuwd. En als je er wel van houdt, als je het wel leuk vindt, laat me dan even weten welke je het leukste vindt. Of waarom je er wel of niet in gaat. Ik vond op tijd, je had dan een kermis waar ik altijd heen ging. En die zal er nu nog wel zijn. Maar... En er was dan een spookhuis was erbij. Dat vond ik echt zo leuk. Ik was altijd bang voor spookhuis. Ik was ook altijd bang, maar ik heb het wel gewoon even toen gedaan. En dat bakje, en dan had je bij je voeten van die fratsels die gingen blazen. Oh, en je hebt, dat vond ik ook altijd leuk, zo'n draaiding. En dan ga je omhoog, omhoog, naar beneden, naar beneden. En dan ga je heel snel, here we go, go, go. Ken je dat? Nee, dat zijn ze letterlijk dat. Oké. Okay. Zo'n draaien ding. Mensen die kijken of luisteren weten vast wel wat ik bedoel. Ja. Ja, en dan zijn we alweer bij het volgende. Ah. Dat is ons nieuwskwartier. Ja, mijn favoriete gedeelte. Nieuwskwartier. Ja. We hebben vandaag weer hele leuke... Ja, we hebben allemaal leuke onderwerpen. En zelfs... ik ga er niet te veel over zeggen. Het eerste, daar weet jij alles van, Jacobus. Ja, namelijk afgelopen... Was het afgelopen? 13 juli. 13 juli was de... Tweede editie van de Rollercoaster Run in Walibi, Holland. Ja, en wat is de Rollercoaster Run? Dan ga je hardlopen voor het goede doel. Voor Fight Cancer, dat is dan een goede doel. Je gaat met een groepje, verzamelt je. En dan ga je de weken daarvoor ga je geld inzamelen ervoor. En dan ga je uiteindelijk ga je hardlopen. En je gaat 5 kilometer hardlopen. 5,7. Moet je per se, je hoeft niet per se hard te lopen, hè? Nee, je kan ook gewoon lopen, maar... Wordt als run gezien. Maar ja, ik denk dat iedereen toch al gaat rennen. Wij hebben echt gerend. Ja, echt. Jij vloog. Ik had een filmpje komen gezien. Ik had het echt niet van me... Want het was zo gigantisch lang stuk. Dat had ik niet verwacht dat het zo lang was. We gingen. Mag ik het uitleggen? Ja. We gingen dus van de Reuzenrad naar Lost Gravity. Ja. Van Lost Gravity langs de Speed of Sound backstage over het parkeerterrein van het personeel. Ja. Door Walibi Village heen. Ja. Terug naar de ingang. Toen gingen we express in. Kwamen we uit de express. Of we zijn eerst Lost Gravity en toen zeg maar express ingegaan. Toen kwamen we uit de express, zijn we langs het reuzenrad. Langs Space Shot, zeg maar zo naar de Goliath toe gegaan. Ja. Goliath zijn we backstage gegaan, onder de Goliath door. Nice. Toen kwamen we op het festivalterrein. Daar hebben we een gigantisch stuk gedaan. Ja. Toen kwamen we uiteindelijk achter Walibi, zeg maar, achter een tent uit. Daar gingen we langs Psychoshock achter. Ja. Personeelsingang gingen we daar achter langs. Toen kwamen we bij de voorkant bij een tent. Toen hebben we een tent ingegaan. En toen zijn we zo via langs Merlin's Castle Blast. Zo naar de Reuzenrad, naar de finish. Dat was de finish. En toen kregen we... Wacht even, moet ik hem pakken? Oh ja, jullie hebben wat gekregen natuurlijk. Want jij hebt natuurlijk een prestatie. We hebben samen met ons groepje, met ons vier... Hebben we, hebben we 3.875 euro opgehaald met z'n viertjes. En in totaal is er 56.000 nog wat opgehaald. En dat vorig jaar was het 30.000 of zo, 36. Toch? Nee, 31.000. Het is nu 25.000 meer dan vorig jaar. Dus volgend jaar, Team Jackie, doet mee. Ja, ik vind het goed. ik heb deze. Ja, hoe leuk. Voor de mensen die kijken... Het focust niet, want hij focust op een gezicht. Maar ik vind het überhaupt echt super leuk dat jullie überhaupt wat krijgen. Ja. En Marco heeft een leuk filmpje van ons gemaakt. Een tamed. Oh ja. Leuk. Ook super leuk. Voor de social van. Ja. Walibi. Thank you. Dus volgend jaar weer rollercoaster run. Ik denk het wel. Het volgende. Wij zijn naar de Dutch YouTube Gathering geweest. 2019. Wat? Dat zeg je wel. 2019. Wat vond jij dan? Het was jouw eerste Dutch YouTube Gathering. Ja, het was
Ik vond het heel leuk. We zijn er langer gebleven dan ik had verwacht. Ja, echt wel. 4 uur zijn we wel geweest, denk ik. Zoiets, denk ik. Nou, en het was best wel lege zalen, moet ik zeggen. Nou, er waren wel veel mensen, maar ik vond het werd een beetje leeg aangekleed. Er was geen sfeer. Alles was grijs. Alles was echt een zaal waar je in stond. Wel leuk van die kermisattracties, maar... Ja, het is ook elk jaar weer hetzelfde. Ik vond het wel bijzonder. We waren het nog niet eens binnen en we werden al erkend buiten de parkeerplaats. Ja, dat had ik ook niet verwacht, maar dat was wel superleuk. Dan was ik even aan binnen. Dus ik vond het ook wel awkward, zeg maar, omdat iedereen die kent jou voornamelijk, zeg maar. Dus dan denk ik, oh, ze wil met haar de foto. En dan is het zo, moet ik de foto maken? Ja, maar ze kennen jou inmiddels ook. Erbij? Ja. Dus dat was wel, ik vond dat wel superleuk, maar kijk, ik vind het jammer dat jij niet in Utrecht bent geweest. Want als je in Utrecht was geweest, dan hadden we kunnen vergelijken. En nu ben ik alleen de enige die kan vergelijken. Als ik mijn mening mag geven, vind ik 2 dagen beter. Vind ik Utrecht als locatie beter qua sfeer van het gebouw. Qua indeling van het gebouw. Qua ligging is het ook 10 keer beter. Want ik weet niet of ik volgend jaar weer zou gaan. Puur omdat het dus een heel eind. Ja, en voor 2-3 uurtjes. Dat ga ik liever zelf. Het is leuk dat we na de tijd nog met mensen konden afspreken. Ja, anders had ik... Ik denk, we moeten wel combineren inderdaad. Ja. Als we het dan toch zijn. Hi Tim. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Zijn hier mensen die nu kijken of luisteren die daar ook geweest zijn? Let us know. Yes. En wat vind jij beter? Utrecht of Brabant? Moeten ze het volgend jaar weer doen? Wat ik ook jammer vind is dat er niet meer zoveel grote YouTubers komen die ik ken. Er waren nu heel veel kleinere YouTubers of YouTubers die ik niet ken. Dus dat vond ik ook wel jammer. Maar voor de rest, superleuk. Was heel leuk. Hele leuke mensen ontmoeten. Leuke foto's gemaakt. Ja. Handteken heeft gedeeld. Vond best wel gek. Op schoenen, t-shirts, telefoonhoesjes. Op een gegeven moment hadden we ons eigen meeting point ook. Ja, echt heel grappig. Naast de frietkraam. Ja. Dat is echt typisch, ja. Het volgende onderwerp in het nieuwskwartier is de Walibi Holland. Of nee, Halloween Fright Night in Walibi Holland heeft een nieuwtje bekend. Ze hebben op de Theme Park Fan Day. Ja. Hebben ze dus... heeft Bianca, Leemstra de hoofd, zeg maar de manager van evenementen, heeft dus bekendgemaakt dat ze een nieuwe themagebied hebben. Bij Untamed. Moest ook wel. En wildernissen. Robin Hood en Quarantine, dat past nog steeds wel, vind ik. Ja. Vind ik juist misschien wel beter passen. Maar nu gaan ze de omgeving tot leven maken of zoiets. Dus ik verwacht insecten en... Een beetje net als met de opening hadden ze ook insecten. Ja, maar dan enger. En ik vond de foto's, ja, je zag maar 2 plaatjes, maar ik vond het best wel apart uit. Met doeken en met... Ik ben echt heel benieuwd wat ze gaan doen. Kijk, je hebt altijd nog de expectations versus reality. Ja. Al moet ik zeggen, scare zones zoals Pirates Cove en ik vond... Pirates Cove vond ik echt geweldig. Pirates Cove is mijn favoriete zone. Ja, met die belletjes, met de rook erin. Gewoon de lasers, en maar dan hebben we het nog een keer dieper. Game over was ook echt super, daar kon ik echt met 2 lampen uur lang zitten. Die doeken. Ja. Maar ja, die gaat ook weg helaas. Dat zeggen ze. Ja. Niks is zeker, jongens. Niks we weten is zeker, niet. Zelfs wij weten het niet. Nee, ja, en ik vond de zombies leuk, maar zombies waren er al heel lang. Dus op een gegeven moment moet je ook zeggen, want we stoppen. Vind ik ook. Dus ik ben heel benieuwd of ze dat gaan verplaatsen. Of dat ze... Nee, zombies gaan echt weg. Denk je, weet je dat 200% zeker? Ja. Ik weet het dus. Ja, ik vertrouw niks en niemand meer tegenwoordig. Nee, maar, dat is waar. Ja. Zelfs als Scott of Bianca zou zijn. Ja. Ja. Ze hebben toen, ik weet nog wel, de kliniek... De kliniek was een nieuw het jaar erop. Of dit jaar, toen. Ja. En toen lieten ze een geluidsfragment horen. Om ons een beetje een idee te geven. En nu zit ik erover na te denken. En het was echt zo'n wilde westen muziekje. Met paarden en zo. En nu kliniek, ik denk... Dat doen we gewoon met opzet, hoor. Ja, gewoon het is echt gewoon een hele andere kant. Dus je weet het gewoon niet tot de eerste dag van de Fright Night. Of tot de try-outs. Lion King? Ja, Lion King. Movie. 17 juli uitgekomen. Het is de remake van... 17 juli? 17 juli, het is nu 22. En de première van de Lion King was in Amsterdam. Wanneer was de première? Weet ik zo niet. Vorige week donderdag, woensdag. Ergens in die tijd, ja. In Amsterdam. En het leuke was, is dat...
als ik het goed heb, dat de cast van The Lion King the Musical daar in de zaal zat en undercover. En dan om de beurt gingen staan en gingen zingen. En op een gegeven moment stonden ze allemaal vooraan. Nice. Superleuk. Daar had ik echt bij willen zijn. Maar helaas was ik daar niet bij. Maar vandaag is... Dus waren we er niet bij. Oh ja, sorry. Ik praat altijd van mezelf. Maar vandaag, wat zijn we vandaag? Kan ik dat zien? Nee, wat zijn we vandaag? 22, ja. Vandaag kennen wij elkaar 1011 dagen. En wat wil ik daarmee bereiken eigenlijk? We gaan vanavond naar uit eten en naar Lion King. Ja. En omdat ik zelf graag, of dat we zelf graag review willen geven, komt er nu een stukje wat we na de film hebben opgenomen in de auto. In 3, 2, 1... Ik was op dit moment ingehaald door een auto, dus ik moest even opletten. Maar we zijn net naar Lion King geweest, in de bioscoop. Hi trouwens. En ik denk dat mijn mascara inmiddels overal een beetje zit. Wat? Is het bij jou? Ja, wat een topfilm. Geweldige film. Ik heb me echt doodgejaagd. Ja, het leuke was, de beginscène had ik gelijk al gewoon pijn in mijn keel, zeg maar. Die pijn ken je vast ook wel, dat je het zeg maar in probeert te houden. Ken je dat? Ik moet het inhouden. Dat had ik in het begin gelijk al. En toen later, toen die vader dood ging, toen moest ik huilen. En toen is het ook niet meer gestopt. Nee, echt. Maar ook zelfs bij de mooie scènes blijf je huilen. Als het mooie scène is, dan voelde je hier weer een en hier. Ik denk, waar de hek komt dit vandaan? Ben ik aan het zweten, dacht ik nog. Ja. Maar dat was gewoon tranen. En ook gewoon hoe mooi, het is zo gigantisch mooi en realistisch gemaakt. Dat zijn gewoon geen woorden voor. Dat was echt fantastisch. Vooral in het begin, met dat beestje, dacht ik echt, hebben ze dit nog gewoon gefilmd? En dat ze daar dan het beest in hebben gemaakt? Ja. Maar dat is dus niet zo, maar dat dacht je wel ergens. Unbelievable. Echt unbelievable. Niet normaal. Een van de beste films. Weet je, ik had een beetje een ervaring, net zoals de eerste keer Pandora, Flight of Passage. Zo'n ervaring is het een beetje. Alleen je beweegt niet, je hebt geen geur. Er was ook een aantal scènes erin, zeg maar, waar ik dacht, dat is echt Pandora. Ja. Het leek gewoon op Pandora. Beetje maar frozen. Het was echt super mooi gemaakt. Echt, ik ben echt shook. Ja. Ik geef, de film die heeft een IMDb, ik weet het niet meer, een 7,2 volgens mij. Maar nee, ik geef hem echt wel een 9. Ja, absoluut. Wat kan er beter? Nou, nee. Niks. Ja, ik was wel zeg maar bang aan het feit, want ik had op Twitter iemand gelezen die zei heel leuk dat ze zo'n remake maken, maar in de cartoon kan je de echte expressies zien op het gezicht. Bij deze film kan dat niet, maar doordat ze het zo op zo'n goede manier hebben gedaan, Ja, maar je ziet ook een beetje aan de lichaamstaal of aan de staart, aan de oren. Ja, maar gewoon, je moet het niet hier zoeken, maar hier. Die ogen deden het echt zo goed. Ja, ik vond het op een gegeven moment leuk, ik ga niet spoilen, maar Simba zat achter een diertje aan. En toen dat diertje bewoog, maar je zag echt zijn ogen van, het beweegt. Zijn ogen gingen open. En zo is het bij een echt katachtig oog. Het was zo leuk. En nou ja, ik zal niet te veel spoilen, maar... Timon en Pumbaa, dat denk ik toch wel dat mijn favoriete karakter is. Dat is gewoon leuk, vooral die grapjes die ze dit keer hadden. Echt shook. Ja, echt. Ik heb echt gehuild, maar hij was top. Ja, en we gaan weer terug naar de podcast. We gaan nu weer lekker terug en we gaan lekker iets anders doen. 3, 2, 1. En dan gaan we door met de condor of condor? Condor. Ja, het is, vroeger eten die de El Condor. Ja. Maar heel veel mensen zeggen, kom we gaan in de El Condor. Maar El betekent de. Dus dan zeg je eigenlijk, kom we gaan in de Condor. Ja, dat... Dus het is veranderd van condor in plaats van El Condor. Dus het is, kom we gaan in de Condor. Leuk feitje, ja. Ja, nou dat is zo. Heel veel mensen zeggen nog steeds de El Condor. Maar dan zeg je eigenlijk de Condor. Ja, maar dus ja. Dan hebben ze El weggehaald. Ja, maar vertel even, er is namelijk weer een... Laatst was al in de Trooi, in Toverland, dat mensen met heel YouTubers. Veel uren lang in dat ding gingen. Ja. En nu was er in Walibi zoiets aan de gang. Ja, ik ken die jongen toevallig, jou ook? Nee. Kende jij die jongen nou niet? Ja, weet ik niet eigenlijk. Nee? Die hebben heel slechte namen. Joey heette die, ja. Die is dus, die heeft aan het begin dat Walibi opging, heeft hij op Twitter een tweet geplaatst van, bij elke retweet ga ik 1 ritje maken in de Condor. Dat heeft hij gedaan uit de grap, omdat iedereen weet van, de Condor is een beetje shaky, met een beetje shaky bedoel ik je hersenen. Okay.
liggen in je tenen. Pijn. En als je, vooral als je voorin zit, krijg je een ruggenwervel die gebroken wordt. Ja. Ja. En dat had hij dus getweet. Dat heeft hij gedaan. En dat is een beetje uit de hand gelopen. Dus hij had iets van 203 tweets. Nou, en toen heeft hij dus samen met Walibi heeft hij afgesproken dat hij dat 2 dagen 10 uur lang gaat doen. Van 10 tot 8. En, maar ja, hij wilde het niet zomaar laten doen. Dus hij heeft voor geld ingezameld voor Stichting de Opkikker. Ja. En hij wilde 200 rits maken. De eerste dag was er onweer, dus hij heeft even stilgelegen. Dus toen heeft hij 100 rits gemaakt. En de tweede dag heeft hij 122 rits gemaakt. Dus waarom als hij 200 rits... Maar hij had dan 222 retweets. Ja. Nee, 200 retweets volgens mij. En dan 222 ritjes heeft hij gemaakt. Waarom 222 ritjes? Omdat hij door wilde tot sluitingstijd. En op 6 uur zat hij op 200 ritjes. Aha. En toen moest hij nog 2 uur. Ik snap hem. Dus, hoeveel geld had hij opgehaald? 1500 nog wat. Nou, dat is toch mooi. Ik heb wel echt eerlijk respect voor als hij zo lang in de condor kan. En het is ik vind opkikken echt een... We hebben een keer een opkikkerdag gehad, dus het is top. Ja, en sowieso vind ik het super gaaf. Ik zou ook wel zoiets willen, maar geef mij dan maar Lost Gravity of Untamed of zo. Dan ga ik wel 2 dagen in. Untamed, ja, daar kan ik wel 2 dagen in hoor. Ja, dat vind ik ook niet zo erg. Dat ga ik ook wel doen. Oké, en dan de laatste snelle feit nieuwtje is dat Lion King the Musical, die stopt wanneer? 21 juli. Oh, dat houd je in die video. Nee. 21 juli. Ja. Dat was gisteren. Dat was gisteren inderdaad. Ik zit al helemaal met dat ik nog 17 is. Maar dat was gisteren. Gisteren was de laatste voorstelling van Lion King the Musical. Hebben in we Scheveningen. Dat gecheckt? Heb ik opgezocht. Ja, zie je. Was gisteren. En helaas. Of nee, helaas. Moet ik niet zeggen trouwens. Wij vonden het echt super cool. Ja, musical. Het heeft nu plaatsgemaakt voor Anastasia. Anastasia. En heb ik helemaal niks mee. Ik ook absoluut niet. Maar toch wel, ik zou ik er wel heen willen. Lege zalen. Lege zalen. Mm. Nee, ik heb geen idee. Hij zal niet zo lang blijven op The Lion King. Ik denk dat ik ben heel benieuwd wat erna komt. Weet je, ik wil een keer naar Soldaat van Oranje. Ja, daar heeft iedereen het die over. Die draait al 6 jaar, hè. Miljoenen bezoekers gehad. Altijd nog uitverkocht. Ja, mijn ouders hebben het er ook altijd over, ja. Ja, we moeten echt een keer naartoe. Ja. Halloween Horror Nights. Ja. Een nieuwtje. Ik ben super excited en ik baal enorm. Oh ja, ons t-shirt. Yay. Ik baal enorm dat wij dit jaar niet naar Orlando gaan. En dus niet naar de Halloween Horror Nights kunnen. En ik duim ontzettend hard dat 2020... Nog steeds is. Ja, echt enorm. Want mijn hart doet het gek. Want je hart doet gek. Ze hebben namelijk... afgelopen jaar zijn we er ook geweest. Hadden ze Stranger Things huis. En dat komt dit jaar terug. Dit keer ga je naar de Star Court. En die coole scènes. Oh, dan moet je nagaan dat je in die tunnel loopt. De ondergrondse Russische tunnel. Ah, oh, ik zit al helemaal vol. Ja, komt dat erin? Ik heb geen idee, maar daar ga ik wel van uit. Die tunnels en de demmen. Misschien die grote machine met die laser. Hou op met mij. Ja, ik zag dat filmpje, zeg maar, van de trailer. En ik kreeg een kriebels in mijn buik. Ik ook. En dan krijg je helemaal het gevoel terug van toen. En ik baal echt. Maar ik hoop echt dat het gewoon volgend jaar weer is. Oh, leuk nieuwtje. Het gaat trouwens ook naar Hollywood. Wat? Een spookhuis? Ja, gaat ook naar Californië, is dat toch? Ja? Ja, California? Daar gaat het nu ook heen. Oh, leuk. Nou, dan gaan we dit jaar niet naar Orlando, maar Californië. Ja, als iemand ons sponsort, dan maak ik jij kan geld overmaken naar de link below. Ja, daar waren we daar geweest. We hebben zo'n 10.000 euro nodig. Maar... Ja, dat denk ik wel, ja. Daarnaast is er een compleet groot, helemaal nieuw spookhuis. Ja. Is het een spookhuis? Ja. Ja. Het is een huis. En dat is Ghostbusters. Superleuk. Ja. Volgens mij was wel bekend dat... Oh, dat weet ik niet trouwens. Of is dat van... nee, wacht. Dat komt niet uit 1990, toch? Het is 35 jaar geleden. Ja. Dat is niet 1990. Nee, want dan ben ik in de war met iets anders. Maar er komt dus een Ghostbusters huis, omdat het 35 jaar... Ja, en dan de oude versie of de nieuwe versie met de vrouwen? De oude. Ja? Okay. Ja, de oude versie. Heb je hem met de vrouwen gezien? Nee. Met Kate McKinnon en Kristen Wiig en zo. Ik wist het niet eens dat bestond. Leuk. Maar dit is wel super cool. Is 2 jaar geleden uitgekomen. Is super leuk. Echt, ik vind hem echt... Is het een film? Heel veel mensen zeggen, oh, je moet de oude hebben, maar de oude is oud. Ja, en toch heeft het ook wel wat, denk ik. Ja, maar dit heeft weer een nieuw jasje. Maar het is super cool, want je gaat dus zeg maar naar de andere... Ik weet niet, ik heb geen verstand van Ghostbusters. Maar je gaat naar de andere kant van... wat spoken realm, denk ik, of zoiets. Nee, en dan kom je... Ghostbusters zijn gewoon ontsnapte spoken die je gaat verspreiden. Ja, maar je hebt Gozer. Verspreiden. Je hebt Gozer of zoiets. Ja. En dan ga je dus naar haar kant van de
dinges of zoiets. Oké, okay, weird. Nee, dus het zijn twee werelden of zoiets. Maar in ieder geval, ja, ik hoop dat het jaar daarna is, zal het er toch nog wel zijn. Ik hoop dat Chucky weggaat. Ik hoop dat Trick or Treat weggaat. Met die... Die pompoenhoofden. Ja, die vond ik juist leuk. Ja, s'nachts was het wel mooi. Ja, ik vond de acteurs niet zo mooi. Nee, misschien is dat maar wel. Ik vond de set met al die pomponnen in de bomen en dat elk personeelslid een eigen pompoen heeft gemaakt, vind ik wel vet. Dat is wel. Nee, maar nee, dat is een sauna. Ja. Die mag wel blijven, maar ik heb dat Trick or Treat huis. Oh, die. Je hebt een huis. Trick or Treat. Ja, en hoe zat dat dan? Dan ging je naar binnen en dan was je buiten, dus een film Trick or Treat. En dan heb je een huis daar, een huis hier. Dan had je van die wassenlijn en dan kwam iemand zo achter de... Oh, dat ja. Dat was niet zo... Ja, je had die Earth gebeuren met die planten. Zou er een huis weggaan, denk je? Ja, ik denk wel. Als ze ruimte moeten maken, sorry, ik stop het even zoals bij Stranger Things, hoe heet die nou? Slasher niet. Poltergeist, die was ook heel populair. Ik denk dat die we zijn we niet blijft. In geweest. Nee, we zijn zo enige, dom. Het is de enige waar we niet in zijn geweest. Nee, twee huizen zijn we niet in geweest. Welke nog meer niet dan? Er zijn twee huizen, maar ik weet niet welke twee. Volgens mij waren er twee huizen, ja. Slaughterhouse zijn we wel in geweest. Ja. Maar er zijn twee huizen zijn we niet in geweest. Maar wij zijn ook eerder weggegaan. Omdat wij hebben echt heel veel geluk. We hebben bijna alle spookhuizen gedaan. Twee niet. Ja. Zonder Fastpass niks. Maar we waren zo gigantisch moe. Want het was de dag nadat we waren aangekomen. Ik had nieuwe slippers aan. Ik was echt super zagrijnig. Ja, ik was ook echt kapot. Je had ook nog de time difference, jetlag. Dus dat was echt ellende. Maar dat was wel super leuk. Ik denk dat we binnenkort, omdat Halloween komt er alweer bijna aan, gaan we denken een podcast over al die huizen. Van die neptanden doen we dan. Van vampiers? Ja, een beetje bloed. Ja, oh, dat is echt leuk. Dan gaan we verkleed. Ja, vind ik leuk. Ja, doen we dat. We zijn er nog niet geweest. Dit jaar nog niet. Dit jaar nog niet, vorig jaar wel. Maar we gaan dit jaar er wel naartoe. Ja, is dat de bedoeling? Dus dan komt er nog wel een terugkoppeling van. Maar het gaat over de Negenpleinenfestival in... De Efteling! De Efteling! Negenpleinenfestival is op vrijdag en zaterdag in juli en augustus. En is dan tot en met... 11 uur open. Ja, het park is van 10 tot 11 open. Lekker druk bezocht, maar het toch over het algemeen valt er wel mee. Met... Nou, ik ben er nog maar één keer geweest. Dat was vorig jaar en dat was wel leuk. Maar ik heb er toen volgens mij naar mijn idee niet zoveel van meegekregen. Het enige wat ik nog weet is dit bronzen beeld bij de Vliegende Hollander. Ik zou zeggen Pirates. Oh ja, dat was ik al bijna vergeten. Ja. Dat is het enige wat ik nog weet. En dat de draak geen vuur spuugde. Nee, die deed het nog toen niet en nu nog steeds niet. En wat weet je nog meer? Oh, die gekke Duitser. Gekke Duitser? Ja, dat was muziek. En toen gingen we hamburger eten. Oh, dat. Ja. Dat weet ik. Sorry, ik zit aan mijn haar. Maar ik ben bang dat hij aan de microfoon komt. Ja, die gekke... Ja, ik moet zeggen, ik ben vorig jaar twee keer geweest. Ik vond het heel gezellig. Lekker biertje gedronken, lekker hamburgertje gegeten, lekker in de attracties. Het is een leuk sfeer. Het is weer heel anders dan lekker gaan. Lekker gaan ben ik nog nooit geweest. Kan ik niet op nee? lullen. Nou, even tussendoor dan over lekker gaan. Vroeger had je Summer Vibes, zeg maar, rond de tijd van 2012, 2013. Toen was het echt een geweldig feest, omdat je had de hele dag leuke dingen. Ja. Kon allemaal... Dus ze hadden een strand aangelegd aan het water en je kon er lekker chillen. Ik ging trouwens altijd heen als keihard de regen. Die dag had ik vrij. En aan het eind om 11 uur had je vuurwerkshows. En dat waren nog geen shows. Vuurwerkshows? Ja, kon je gewoon vergelijken met Amerika. Zo leuk, echt goed, met kippenvel alles erbij. Maar ja, op een gegeven moment is het een beetje omgeswitcht. Had je geen vuurwerk meer. Wat heel verwarrend was, want het stond ook niet op de blaadjes. Maar iedereen ging s'avonds om 11 uur nog bij het podium staan. Ja, echt waar. Nou ja, en nu is lekker gaan, is nu. En ik vind het een beetje te veel eetentjes worden. Het gaat allemaal om eetentjes. Is het ook niet, ik denk dat het ook heel veel muziek is. Ja, ook muziek. Het is een beetje chillen. Het is eetentjes. En je hebt dit jaar wel die challenges. Ja. Suikerspin. En ik zie ook dat klembord en dat ze moeten tekenen. En dat vind ik wel leuk trouwens. Ja, het is een leuke dag. Dingen doen die je normaal niet mag. En ik denk dat ik dat ook even een keer ga doen en filmen. Ik heb wel gehoord dat het nu telkens minder wordt. Ja. Maar daar kan ik niet echt over meelullen. Weet je dat de entertainment manager van Efteling na 16 jaar is gestopt? Heeft te maken met dat er minder budget is? Got no clue.
Maar na 16 jaar is hij gestopt. We schakelen over naar Jacobus. Die staat op dit moment bij de Vliegende Hollander. Ja, ik kan veel zeggen, maar er gebeurt hier niet veel. Nee, is hij gestopt? Ja, de standbeeld staat een beetje stil. Net en zo, ze hebben nu geen acteur, maar ze hebben gewoon letterlijk een beeld staan. Net zoals de draak van Joris en de Draak. Die is nog steeds geen vuur. Die is geblust, zal ik zeggen. Oh ja. Ja. Hij heeft zichzelf geblust. Dus, ja. Oh, en Aquanura natuurlijk. Met de Negenpluimenfestival heb je drie opvoeringen van Aquanura. Ja. Yes. Drie verschillende? Ja, Symfonie 1, Symfonie 2 en aan het eind van de avond heb je Chesto. Ja, dit was vorig jaar. Ja. Maar je hebt zes. Je hebt zeg maar. Ja, I love dat stuk. Ik hou echt van Aquanura. Ik weet ook precies wanneer welke spuiten gaan spuiten. Ja, dat is jongens, op met mij. Het is echt verschrikkelijk. Dan sta ik daar, hè. Ja, echt. Maar vorig jaar waren we echt net te laat. Toen gingen we echt rennen. Weet je dat nog? Ik heb ook, weet je wat ik ook niet tegen kan? Dat ik een dagje Efteling ga doen. En dat mensen zeggen, we kunnen ook nu gaan weggaan. Want anders had ik laatste keer. Want anders staan we in de rij voor de mensen, voor de parkeertijd. En ik dacht, ik kan niet de Eftelingen uitgaan zonder Aquanura te bekijken. Dat kan ik niet. Maar heb je hem gezien of niet? Nee. Oh. Wij liepen de uitgang uit en toen waar ze daar. Nou ja, jij houdt van waterelementen, zijn super cool. Ik hou en ik wil van steeds een waterval. Ja, ik wil zo'n muur in mijn huis met water. Een teem die kreeg een waterval. Nou, je kon mij opvreten. Echt waar, ik vind het heerlijk. Helaas had hij gedacht lekt, maar... Ja, hij had het lek. Moet hem niet zo vaak grapjes vertellen, want krijgt hij het lek van. Oké, we gaan... Dan zitten we er lekker in. Ja, we zitten er lekker in, maar we zitten er alweer bijna op. Ja. Het zit er alweer bijna op. Want we gaan door naar het Rad van Plezier als leuke afsluiten. Ready? Nou, we zijn alweer aangekomen in het allerlaatste gedeelte van de podcast. Namelijk het Rad van Plezier. Ik denk dat het gewoon Rad van Plezier blijft. Want ik heb geen betere naam. En ja. Vuurwerk. Ja. Aan jou de eer om heel hard aan het ding te draaien. Die kant of ook die kant? Oké, die kant. Oké, gaat er 1, 2. Dat ding valt er nooit af. Wat wordt het? Wat wordt het? Wat wordt het? Wat staat er? Harry Potter. Ja. Ja! Is dat toevallig? Is dat toeval? Nee. Wow, ja, dat is echt heel creepy dit. Oké, ik haal hem gelijk uit beeld. Mijn kaartjes liggen daar. Spannend. Ba-ba-ba-ba. Ja, ik weet niet zoveel over Harry Potter. Hier, feitjes over The Wizarding World of Harry Potter en Dyke en Ellie. Wil je ze allemaal of zal ik de helft doen? Hoeveel boeken zijn het? Twee dingen. Okay. Wel leuk allemaal, hè? Doe maar wat dingen en dan kijk ik even. Okay. Komt-ie. De Engelse accenten zijn echt. Om het echte Harry Potter gevoel te creëren, worden de mensen die daar werken, die een echt Brits accent hebben aangenomen om daar te werken, ook moeten ze een test doen. En tijdens die test moeten ze dus... Tijdens het interview is het geloof ik, moeten ze laten zien hoeveel ze van Harry Potter weten. Zodat ze dus... Zit in echt, Universal? Je is in Universal, ja. Zodat ze zeg maar een echte, hoe noem je dat, interactie hebben met gasten. Maar ze krijgen dus Engelse les, zeg maar. Nou, het zijn echt Britten die daar werken. Okay, maar dus, ja, het kan ook zijn... maar Watson. Nee. Watson. Nou ja, ik denk dat het zal vast wel zo zijn. Want ik weet nog dat ik die keycard kocht. En dat de jongen die zei, why did... wat was het alweer? Why did you choose this one? Why did Snape... Oh ja, let Lily die of zoiets? Ja. Yeah. En dan omdat Lily was doodgegaan? Ik weet heel raar. Ja, was een grapje. Was een grapje, maar ik wist het niet. Even kijken. Jammer en de Jenny spookt in de toiletten van Hogsmeade. Als je in de toiletten gaat, je hebt zwart-witte toiletten... en je blijft daar even zitten. Dan op een gegeven moment hoor je Jammer en de Jenny hoor je door de speakers... Om het zo maar te zeggen. Het is echt jammer in de jaren die bedoeling. Want dat wist ik het eerste jaar niet. Maar het tweede jaar wist ik dat wel. Afgelopen jaar dat heb ik daar langer gezeten. En toen hoor ik haar. Ja? Yeah? Super cool. Uit de pot of niet? Nee, gewoon vanaf daar. Ben je daar? Jenny! Sorry! Oké. Okay. Oh, wat erg dit. Je kan je eigen uilenpost verzenden. Breng een kaart of brief naar de uilenpost in Hogsmeade. De persoon aan wie je de brief... adresseert, krijgt je post binnen in een prachtige verpakking met een postmark van Hogsmeade. Dat heb ik niet gedaan. Nee, maar is dat echt zo leuk? Betaal je $10 of zo? Ik weet het niet hoor. $25.
En dan vervolgens krijg je er helemaal niks voor terug. Luister, ik heb nu ondertussen 4, 5 vakanties gedaan. En elke vakantie wordt door mijn collega's gezegd: je moet bijna een kaartje sturen. En wie vergeet het? Het is wel leuk, ik vergeet het altijd. Of dan heb ik het in mijn hand en denk ik: nee, het moet morgen. En morgen vergeet ik het. En dan, Ik vind het oprecht heel leuk, maar. Misschien als je het pakketje ziet dat het wel leuk is, maar ja. Dan moet je naar jezelf sturen, dat is wel leuk. Ja. Groetjes aan jezelf. Even kijken, als je goed kijkt zie je de houder. Weet je wat de houder is? Die brief die gaat schreeuwen. Je hebt de eerste film gezien. Was het in de eerste film? Tweede film was dit. Tweede film, dan heb ik het niet gezien. Heb je nog niet gezien. In het display van een winkel naast de Uilenpost, ik heb hem dus gezien, zie je een holografische houder. Deze zal tegen je schreeuwen omdat je geen permission slip hebt. Na de tijd zal de brief zichzelf verscheuren. Je hebt dus boeken en dan tussen die boeken heb je die brief en die schreeuwt erin en dan verscheurt hij zich. Permission is toestemming. Ja. Om ergens heen, denk ik. Permission wat? Permission slip. Toestemming onder beroep dus. Ja, ja dat dacht ik ook aan. Als je goed luistert kun je afluisteren. Oh, dit ben je niet ready. Ik wist dit dus ook niet. Je hebt Hogwarts, het kasteel. En dan ga je erin. Voor in de attractie. Dan heb je, als je erin... Ik doe het even zo. Je gaat naar binnen. Dan ga je daarheen. En dan ga je die kant op. Ik zie het voor je. Je hebt een deur. Potions room. Een deur. In de wachtrij. Ja. Weet je het of niet? Nee. Waar? Okay, even, je komt binnen. Ja, onderin. Komt kluisjes. Kluisjes heb je hier. Kluisjes heb je hier. Dan ga je eruit. Ga je hier naar binnen. Ja, en dan ga je rechtsaf. Ga je die kant op. En dan ga je daarheen. Naar buiten. Ja, je gaat richting buiten. Ja. Dan heb je hier heb je een potions room. En als je daar dus je oor tegen aandoet, dan hoor je een professor tegen Neville Longbottom uitleggen hoe die dat moet doen. Oké. Een tovenspreuk. Dat is toch super cool? De volgende keer staat. Kom, ja, we gaan in de attractie. Wacht even. Maar dat is super leuk, want dat was dus in die andere, of in de vorige podcast, hadden we het erover dat elk jaar leer je weer wat. En dit is zo'n voorbeeld van: dit wist ik niet. Dus ik hoop dat dat dus over volgend jaar, in Haag met Magical Creature Motorbike Adventures. Oh, maar ik vind het super hoe sick. Hoe die uit mijn mond kwam, hoorde je dat? Ja, ik heb met Magical Creature cool. Motorbike Adventure. Ja. Het ene en laatste feitje is, er is een echte magische telefoon buiten het treinstation. En deze bevindt zich in Universal Studios. Daar heb je een telefooncel, een rode. En als je daar het nummer 62442 belt, dan word je verbonden met het ministerie van magie. Hebben wij gedaan. Ja, eerst jaar deed hij het niet. Nee. Afgelopen jaar deed hij het wel. Ik weet niet meer wat hij zei. Ik ook niet. Maar het was wel super cool. Oh, Jackie. Je moet hiervoor betalen. Ja, er wordt op dit moment $60 van je PayPal geschreven. Het plafond heeft oren. In de winkel Weasley's Wizarding Wheezes hoor je fluisteringen uit het extendable oren hangen vanuit het plafond. Je hebt dus in die winkel heb je van die... Welke winkel is dat? Met dat petje zo? Ja, dan heb je van die hele gigantische oren. Die komen naar beneden. Als je daarnaar luistert, dan moet je dus dingen, schijnbaar dingen horen. Wist ik ook niet! Wat een gek soortje. Cool is dat toch? Ja, ik vind het leuk. Heel leuk. Volgend jaar gaan we weer heen. Nou, dat waren de feitjes. En dat betekent ook dat dit alweer het einde was van de 4e podcast. Van dit toch wel dankjewel, echt... Dankjewel. Oh, Rad van Fortuin vind ik altijd superleuk. Ja, ik vond het echt een leuke podcast weer. We hebben lekker geluld. Lekker veel dingen besproken. In plaats van één onderwerp hebben we allemaal verschillende dingen weer gedaan. Mocht je nou nog een onderwerp hebben waar we het over moeten hebben, of een nieuwtje. Of als we fouten maken, dat we verkeerd nieuws zeggen. Ja, dat kan ook. Dan moet je gewoon in de reacties zetten. Ik heb andere podcasts gehoord en dan gingen ze over dingen hebben. Toen dacht ik, Klopt niet? Mm-mm. Nee? Nee. Volg ons in de tussentijd even op Instagram. Jacobus de Boer, heet jij? Ja, dat staat hieronder. Oh, dat staat in de beschrijving inderdaad. Twitter staat daar, YouTube kanaal staat daar. Abonneer eventjes en... Ja, dat was het. We gaan lekker de ventilator aanzetten, want het is 25 graden. Het heet. En we gaan een Lion King straks. En we gaan Lego uitpakken. Maar jullie hebben al onze... Ja, we gaan nu al zo Lego uitpakken. Want ik heb Lego gekregen van Jacobus. Van Harry Potter. Dus, nou, we go. Bye bye. See you later tot de aflevering. We moeten wel after hours doen, hè? Doei! After hours. Dank je. Doei, after hours.